Hi, leuk dat je kijkt naar WTF TV. Vandaag vanaf Scheveningen in het Koerhuis. Hoe voelt dat? Ja, kikken. Je bent dit jaar Nederlands kampioen geworden. Je bent Europees kampioen geworden op het Olympisch Jeugdfestival. En en passant in augustus in Bosnië ook nog even wereldkampioen judo tot 18 jaar. Dit is een fantastisch jaar voor je. APPLAUS
gefeliciteerd. Nagedacht, gefeliciteerd. Ik neem de microfoon even over. Ik kan even in het midden staan hier. Jullie hebben een fantastisch jaar gehad. Tweede geworden van de wereld. Hier zelfs in deze stad in Den Haag. En een maand later ook nog derde op het EK in Klagenvoort. Ja, je zou kunnen zeggen, het kan bijna niet beter. Natuurlijk kon het iets beter, maar jullie hebben echt een prachtig jaar gehad. Hè? Ja, fantastisch. Zoals Berlijn al zei, een sport of een WK in zijn eigen land. Daar ben je natuurlijk shiny en dat is redelijk gelukt. Dat kan je wel zeggen. Kunstrijden is een sport die alles eigenlijk in zich heeft. Het is ontzettend moeilijk. Het is zo technisch. En daarom duurt het ook zo lang. En daarom moet je dus al kleine kinderen als talent meenemen in dit proces. Ik ben in mijn zesde jaar voor het eerst met mijn ouders gaan schaatsen. En op een gegeven ogenblik werden dat dan kunstschaatsen. En zo ben ik er eigenlijk letterlijk en figuurlijk ingerold, want ik schijn vreselijk veel gevallen te zijn toen. Ja.
mijn 9e was ik junior kampioen van Nederland. Op mijn 10e was ik 3e bij de senioren. En op mijn 12e stond ik bij de Europese kampioenschappen in Dortmund. Ja. Het is een prachtige sport. Het heeft elegantie, het heeft techniek. En het is voor mij een plezier om naar te kijken. Maar ook voor de kijkers thuis, want het is een veel bekeken sport. Den Haag betekent voor de kunstrijdsport al heel lang heel veel. We hebben hier gehad onder andere de Grand Prix voor junioren. We hebben hier 2 keer het wereldkampioenschap voor junioren gehad. Den Haag is de kunstrijdstad van Nederland. Mijn stichting is ondergebracht in Den Haag omdat ik er zeker van ben dat zij dit heel goed zullen behandelen en zullen zorgen dat Stichting Kunstrijden Nederland blijft bestaan en dat de kunstrijders een toekomst hebben in Nederland. You did a great job en daar zijn we u zeer aankendelijk voor. En vandaar dat het mijn eer en het genoeg is om u namens al deze mensen, namens deze mooie stad, de Europrijs 2015 te overhandigen. Zeer veel dank. Namens het hele team van Omroep Scheveningen wil ik alle winnaars en winnaressen feliciteren met hun eerste prijs op deze gala. En doe je best dit jaar, misschien heb je hem volgend jaar weer. Dit was WTF TV vanaf het Koerhuis.